Vergeef mij, vader, want ik heb gezondigd. Zo moet je ter biecht gaan. Nou, je hoeft mij niet te vergeven. Mijn vader hoeft mij niet te vergeven. Dacht ik. Het laatste wat ik gehoord heb, is dat mijn vader graag ziet dat er gewerkt wordt. En geen gejank met... Ik heb het allemaal fout gedaan. Ik heb het allemaal fout gedaan. Ja, houd erop, man. Maar mijn biecht aan jullie. Ik heb veel te veel verwacht van mensen in mijn omgeving. Je kan zeggen, ik was een generaal die mensen de plekken, de oorlogsgebieden instuurde. Want ja, daar ben ik ook 30.000 keer geweest en doe het even. En dan gingen ze eraan kapot. Dat heb ik gedaan. In zekere zin. Het te veel verwachten van mensen in je omgeving. En dan gaan ze eraan kapot. Dat je gelooft in mensen, terwijl je er helemaal niet in moet geloven. Je moet mensen zien zoals ze zijn. De meeste mensen hebben een ontzettend probleem. Met van alles. En dan denk ik, vanuit mijn positiviteit of zo, gevoel van... Ja, dat maakt niet uit, man. Je moet gewoon problemen gaan oplossen. En huppakee, daar moet je dit aan pakken. Daar moet je dat doen. Gewoon ram voorwaarts en ik ga voorop. En vervolgens gaan de mensen kapot aan. Want die geloven in mij. Die denken, oh, Perry zal mij wel beschermen. Nee. En dat is mijn punt. Ik kan overal tegen. I get knocked down, but I get up again. They will never gonna get me down. Maar zo heb ik wel mensen. Nou, dat is niet fijn. Zoals mijn vriendje op de middelbare school. Was mijn vader was de deur uit en ik was mad as hell. En I didn't want to take it in. Opstandig. En briljant, want dat ben ik. Of geniaal. Ik zat die leraren te beoordelen. Ik denk, wat zul je nou, man. Dat schiet een beetje op. Huh? Dat is de brugklas. Van het Snellius Lyceum. Ik schiet op. En al die andere gozertjes in de klas. Ik had een dikke bril. En mijn pa was weg. En ik schaamde me kapot. Ik heb er een aantal wel behoorlijk beet gepakt. Hoor. Uiteindelijk ook de geschiedenisleraar afgezeken. Rotsen uitgevrouwd. Ja, en die gozer, dat vriendje van mij, die deed vrolijk mee. Die zei, als jij het wil, dan wil ik het ook wel. Hebben wij propjes geschoten. Ik had zelf een proppenschietspel uitgevonden. Daar heb je voor nodig twee multimappen, allebei een multimap. En dan heb je van de papier en dan doe je het netjes uit. En dan scheur je dat in stukjes, dat doe je in je mond. Dan maak je van die vieze kleefballen van. En dan ga je dat neerleggen op je multimap. Dat is een soort lanceerplatform. En dan met de rechterhand, toing, 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 met je lange jan. En je mag zelf kijken, maak je allemaal kleintjes, kan ook. Of je hebt van die echte grote. En dan moet je wel opzij duiken. Ja, dat is niet echt een spelletje. Het gaat erom hoeveel spuug je aan het gezicht krijgt van die handen. Van die hele natte balletjes. Ik denk, ah nee. Dat is een heel vies spelletje. En toen zaten we bij geschiedenisles. Dat was...
zat ik op de HAVO, volgens mij. Ja, het was HAVO. Ook al een schande dat ik op de HAVO ben beland, maar dat maakt nog niet uit. Ja, het kon nog HAVO Atheneum worden of zoiets was het, ja. En dat tijdens geschiedenislessen. Ja, toen is hij uiteindelijk van school gestuurd. Ik zou ook van school gestuurd worden. Maar mijn moeder heeft toen zo een stampij getrapt bij dat evaluatiegesprek. En toen is er tegen haar gezegd, oké, hij mag wel blijven, maar met dit gedrag moet het afgelopen zijn. Nou, toen heb ik een heel leuk gesprek gehad met mijn moeder. Oh, dat was ze kwaad. Uiteindelijk liep het allemaal goed af. En mijn punt is, die vriend, hij heette René. Ja, die zat te janken. Verdorie. Ja, dat is door mij gekomen. Ja, als ik... Wij hebben dat proppenschietspelletje gedaan tijdens de geschiedenisles. En niemand had het in de gaten. Echt niet. Ik zei het ook tegen me. Dus ik zat naast hem, van die bureautjes, van die schoolbureautjes, 2x2. Zei, zullen we het gaan doen? Hij zei, ja, dat is een goed idee. Dus nou allebei dan netjes je multimap klaarleggen. En dan een blaadje eruit pakken. In stukjes scheuren, in je mond stoppen. Al die smerige balletjes zo. Hè. En dan zo die tafeltjes tegen elkaar draaien. Had niemand in de gaten. En toen gingen wij toen, 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 toen. We hebben wel 3 rondes kunnen doen. Ja. En toen kwam de geschiedenisleraar erbij staan. En ja, toen iets. Het mocht niet of zo. Dus wij van oké. En toen kwam het tentamen. En toen had ik een 8 of een 9 of zo. En die vent kwaad, jongen. En ik denk alleen maar, ja, lul. Geschiedenis. Ja, zo heb ik in mijn drive, mijn wilskracht... De mensen mee laten doen. Van, oh ja, nee. Oh nee, maar dat doe ik ook mee. En dan, ja. Ja, het punt is. Ik heb geen zeggenschap. Ik heb helemaal niks in de melk te brokkelen. Ik ben een vat vol met idiote ideeën. Waarvan ik denk, van, ja, dat is idioot. Maar je kan het ook proberen. Ook al is het idioot. Even kijken wat er van komt. Ja, het punt is, René werd toen, de laatste keer dat ik hem zag, was hij aan het huilen. Hij moest naar de LTS. Dat is mijn schuld. Zo beschouw ik dat. Dat heeft mij toen geraakt. En ik ben hem uit het oog verloren. En zo nog wel meer, hoor. Mensen die denken van, oh ja, mijn pirrie heeft ideeën, nou, ik doe mee. En dan komen ze erachter dat het was alleen maar een idee. Er zat verder geen diepere gedachte achter. Geen heilsplan. En ik moet ermee oppassen. Dat ben ik. Zo ging ik een keer toneel spelen. Eerst had ik licht en geluid gedaan. Nee, alleen licht. Nee, alleen licht. Geluid was een natuurlijke stem. Alleen maar licht gedaan. En fotografie. En toen ging ik toneel spelen.
Toen zijn de mensen gefrustreerd weggelopen bij de repetities. En ja, er waren schreeuwen en ja, maar dit is geen toneelspelen. Dit is veel te echt. Of zo. En een vrouw, een beetje klein vrouwtje, maar wel proportioneel vrouwtje. Blauwe ogen en donkere haren. Nou, die dacht ook even tegen me op te kunnen. Zij was mijn tegenspeler. En dan repeteren, ja, dat werd een klappen. Nou, de regisseur wilde dat. De regisseur zei, ja, in die scène, even deze scène gaan we oefenen. En dan moet je, na dat woord, dan moet je haar een klap geven. En dan niet een toneelklap. Ik wil wel wat kunnen horen. Een echte klap. Dus daar was ik mee bezig. En die scène, dat was repetitie, hè. Die scène begint. Dat vind ik wel fijn, hè? Ik heb alle aandacht. Ja, daar sta ik dan. Kom erop. Ik ken mijn tekst. Nou, ik begon haar eerst te minachten. Dat is het enige waar ik aan dacht. Een minachting. Jij, een oordeel over mij. Ik walg daarvan. Het enige waar ik aan dacht was walging. Hoe duur, dat was het spel, dat heet het toneelspel, heet Zomergasten van Huppeltje Pup, Look It Up. En ik geef haar die klap. En toen bleef ze nog even staan. En toen ging ze huilen. Ja, dat was een voorbeeld. En wij werkten. Ik noem dat, je kreeg niet betaald. Maar wij werkten onder de regie van een sodomiet. Van een reetredder. Een imponerende man. Dat wel. Paul Rutger heet hij. Ja, ik wilde dat meemaken. Ik was benieuwd naar hoe die sodomiet. Die had ik al 2 seizoenen. Ik had al 2 voorstellingen gedraaid. Als technicus. En ik heb al die repetities ook meegemaakt. Dus ik wist het. En ik dacht, kom, dat wil ik ook. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly. Hit me quick. Hit me. Hit me. Hit me. Ja, zo sta ik er dan in. Ik zit er in mijn vrije tijd. Ik krijg er helemaal niks voor betaald. Ja, gratis suipen, gratis eten. Dat was anders. En aandacht. En daar doe ik het dan voor. Nou, zij wist ook van de afspraken. Paul Rutger had gezegd, als je een ander een klap geeft, dan doe je niet zo'n toneelklapje van, oeh, het lijkt net alsof ik je sla. Nee, dan moet je een pats geven. Dat is verdorie afgelopen. Nou, toen ging ze aan. En toen heb ik haar getroost. Haar hoofd lag op mijn schouder. En haar voetjes, die bengelden. Ja, ik kon haar makkelijk tillen. In die dagen tilde ik basebins. Een versterker. Rax. Ook zware jongens, hoor. Met die magneetspoelen toestanden. Hoe heet dat? Transformators. Wat woog ze? 50 kilo, denk ik. Ja, dat kan ik wel tillen.
En hou je zo tegen je aan. En ik ga haar duidelijk maken van... Ja, meisje, meisje, ik bedoelde het niet zo. Verdorie. Niet de bedoeling dat je gaat huilen. Dat is mijn biecht. Ik heb ook een vrouw en die was 1 keer vreemd gegaan. En gelijk de laan uitgestuurd. Dat vond ik ook hardvochtig. Achteraf. Daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. Ik had haar dat ene voorval moeten vergeven. En een gesprek moeten hebben met haar moeder. En wat gaan we hiermee doen? Dat was best een leuk meisje. Ik heb haar op latere leeftijd nog gezien en toen dacht ik, oh my god. Toen had ze 2 kinderen van een andere man. Oh, mean. Maar toch dat ik haar zo rukzichtloos de deur wees. Oké, geneukt met een Griek. Nou, doei. Nee, niet mijn fraaiste daad. Ik had eerst met haar moeder moeten spreken. Tja, ze biechtte. De moeder had poen. En was een hele vriendelijke vrouw. Die mij waardeerde, hoop ik. Achteraf. Ze zal nou wel dood zijn. En wat heb ik nog meer fout gedaan? Die katholieke vriendin die ik had. Een atheïstje. Een typisch materialistische heilige Maria, moeder van God. En zo. Echt zo'n atheïstje. Want het gaat niet om God, het gaat om de moeder van God. Die heb ik ook geterminaat. Maar heel slecht. Dat is slecht. Wat zij deed met mij, was mij domineren. Ik had tegen haar moeten zeggen, van Lise, lieve huis van God, dat was haar naam, hè? Huis van God, lieve huis van God. Ik vind jou niet aardig, ik wil bij je weg, dat had ik moeten zeggen. Ik had haar een kans moeten geven. In plaats daarvan heb ik de boel geterminaat. Met overspel. Schandalig. Ja, bij deze. Ik had tegen haar eerlijk moeten zijn. En tegen haar moeten zeggen... En ik vind je gedrag onacceptabel. Op deze manier wil ik bij je weg.
de verzachtende omstandigheden zijn dat ik in die dagen ook niet een volledig vertrouwen had dat ik voldoende geld zou kunnen genereren voor een huis en dat wat erbij hoort. En wat ik nodig had in die dagen was een seksmonster die karton kan omtoveren in pizza. Spaglioni. Een vrouw die je een tientje geeft en je hebt te eten voor 4 mensen. Een vrouw die het heel normaal vindt om seks te hebben. Dat hoort erbij. Het is niet speciaal. Het hoort erbij. En dat je lekker kookt. En dan ik ook. Dus als je vrouw is ongesteld. Dan heb ik weg uit de keuken. Is het serieus hoor? Als een vrouw ongesteld is, wordt er niet gekookt door de vrouw. Want dan moet ze even bijkomen. Voor de baarmoedervernieuwing of zo. Reconstruction area. Don't enter. Omdat je samen kookt. Maar die vrouw heb ik nooit ontmoet. Alleen maar achterdochtige vrouwen. Oppervlakkige vrouwen. Ja, nou heb ik het mee. Dat heeft ik dan weer. Mijn moeder zei tegen mij, ja, maar waarom kies je altijd van die slechte vrouwen? Nou, omdat de meeste vrouwen niet deugen. Net als de meeste mannen. Allemaal slecht. Niet dat ik goed ben. Helemaal niet. Als je goed bent, dan ga je op je 33ste even indruk maken. En dan verdwijn je in de eeuwigheid. La ilaha lilala. Er is geen God. God is. Maar stop het in je reet en denk erover na. Dus biechten. Vergeef mij, vader. Want ik heb gezondigd. Ik heb vertrouwen gehad. Ik dacht daadwerkelijk, oh nee, als dit zo weer, nee, maar nu geloof ik erin. Ja, nee, want dit is zo en dat is zo en dan gaan we nu vooruit. Dan denk je dat dingen zijn en dat je toeval ziet of zo. Ja, dan stamp je maar vooruit. En mensen geloven in je geestdrift en die gaan met je meedoen. En aan het einde van de rit sta je, in mijn geval, ik nog overeind. En die andere, ja, nee, maar ik voel het helemaal niet leuk. En dat kan ik heel goed begrijpen. Want ik kan overal tegen. Ik heb nergens last van. Ook van mijn lichaam niet. Ik heb het syndroom van Dupuytren. Ja. Het is een van verkramping. Ouderdom. Ja, dan kreeg ik een operatie aangeboden. Maar dat is echt wel lekker leuk. En dan zit je dan met je linkerarm in een Mitella. En mijn dochter, die heb ik toen gevraagd, van, kan je even verband komen vervangen? Want dat kan ik niet. Als je linkerhand in het verband zit en je hebt een diepe wond. Ze hebben daadwerkelijk allemaal hele enge dingen gedaan. En dat syndroom, dat gaat niet voorbij. Dus mijn pink, die gaat inmiddels alweer... Het is mijn pink en... Het schijnt ook zo te zijn dat als het alsmaar blijft terugkomen, dat er mensen zijn en die zeggen van nou, amputeer maar.
Haal die hele pink er maar af. Nou, dat ga ik voorlopig niet doen. Anyway. Mijn dochter die komt langs. Ik zit daar met mijn lamme linkerarm. En zij moet dan het verband gaan vervangen. En dan zie je al dat bloed. Ja, zo'n Dupuytren operatie. Dat is een zigzag, hè? Ja, als je het even snapt. Je wil er niet over nadenken. Dus, en allemaal hechtingen. Ja, mijn dochter zit dan dat verband te vervangen. En ik zei tegen mijn dochter. Wanneer? Ik vind het wel leuk, ouderdom. Dat komt met gebreken. Niks mis mij. Ik ben een oude man. Met een bril. En de ziekte van... syndroom. Het syndroom van Dupuytren. Ja, wat de ziekte is, dat weet geen hond. Het moet ergens aan liggen. Ja, we weten niet waar het aan ligt. Wat ik weet is dat je hebt pijn in je linker, in mijn geval links. En waar komt het vandaan? Dat is ook een biecht. Dat ik blij ben met mijn ouderdomsgebreken. Dan krijg je aandacht. Dan zit ik daar zo met mijn linkerhand en ik kan helemaal niks doen en ik kan het ook bijna niet aanschouwen. Oh, dat bloed, man. En toen zaten die hechtingen er nog in. En dan moet je het schoonmaken met... zo in mijn sas met badendas. Met dat spul. Een van de dennenboomdinges extract. Dat is heel reinigend. Zo dat net al. En een nieuw verband eromheen. Ja, mijn dochter zei tegen mij, hoe kan je dat nou zeggen? Nou, dat is een biecht dan. Het is een biecht om vast te stellen dat oudere mensen gelukkiger zijn, onbezorgder zijn dan jonge mensen. Want inmiddels, al dat zijnde, oh, dit is zo, ja, dit is zijnde, ja, nee, met zijnde, dan moet je dit doen, en dan moet je zo handelen, en dan ga je er tegenaan. Ja, daar ben ik voorbij. Zijnde zet klinker Nico Dirk dat is hetzelfde woord als Zacharias Otto Nico Dirk Eduard. Op zijn Engels Simon, Isaac, Nico, Nico. Er is geen zijnde. Jouw zijnde is. En of je het fout doet, of dat je het slecht doet, of dat je het kankerhoerig trut doet. Het maakt niet uit. Of je vegetariër bent of bonenvreter, dat maakt niet uit.
Dieren eten elkander. En wij mogen daar niet aan meedoen. Alle haringen zijn van de zeehondjes. En niet van ons. Daar heb ik een groot probleem mee. Als je het niet erg vindt. Ik heb mensen kwaad gedaan. Toen ik 28 was. En breuk veroorzaakt. Ik heb die mensen vergoed. Met poen. En tijd. Dus Patti Smith, die Joodse zanger, Patti Smith, die heeft gezongen: Jezus is gestorven voor iemand zijn zonde, maar niet voor die van mij. In zekere zin kan je dat van mij zeggen. Dus ik ben tweedehands Joods. Dat is ook een biecht. Achteraf bleek ik Joods te zijn. De Joden, de Veda's met de Indiase lui. Hè? Dat is allemaal cool. Dat is super cool. Ik heb geen probleem. Mijn punt met de Veda's is, het is pussy loffie, loffie pussy of zo. Die Joden zijn meer van, huppakee, chop chop. What is it going to be, boy? Yes or no? Dat is mijn biecht. Joden strijden. En de rest in, nee, nee, maar dat mag niet. Nee, maar dat kan niet. Nee, nee, je moet allemaal lief zijn tegen elkaar. Waarom? En ik wil niet zeggen dat al die Joden goed zijn. Dat zou je mij niet horen zeggen. Dat zijn gewoon kutjoden. Jeffrey Epstein bijvoorbeeld. Die zijn een klote Joden. Maar geen respect. Totaal niet. Waar is die gozer mee bezig? Mijn punt is, die Joden die hebben dat mooie geschrift. Dat Hebreeuws alefbed. En daar zit wat in, jongen. Dat is een heel mooi alefbed. In plaats van dat Latijnse alfabet. Met die klinkers. Daar valt tegen in te brengen dat het Latijnse, ja, alfabet of alefbet, Latijnse AB, dat is handig in de handel. Dat je even de klinkertjes erbij pakt. En hoeveel klinkers hebben wij? Ja, ja, ga even tellen. Hoeveel klinkers hebben wij? Je hebt er 22 letters. En wij hebben er 26. Dat zou betekenen dat wij 4 klinkers hebben. Dat is niet helemaal waar, dacht ik. A, E, O, I, U. Dat zijn er 5. En dat is de taal waarin wij communiceren. Ik heb daar geen probleem mee.
Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Dat is Hebreeuws. Dat is Genesis 1, vers 1. Dat is ook een biecht. Dat in den beginnen schiep God hemel en aarde. Dat staat er helemaal niet. Ik ben een stomme lul. Ik had toen ik 12 was, of 13, zie je. En maar wat stond er in het Hebreeuws? Dat had ik moeten vragen. Had ik niet gedaan. Ik dacht van, kijk, in den beginnen schiep God hemel en aarde. Nou, het zal wel zo. Dan aannemen. Het is, dus het is waar. Want iedereen gelooft het. Maar dat staat er helemaal niet. Als je mij de vrijheid geeft, dan staat in Genesis 1, vers 1, daarin staat, zoon, God, destructie, hand, kruis, baarde ons, dubbele punt, reiniging en rotzooi. En baarde ons het onderscheid tussen reiniging en rotzooi. Zoon, God, destructie, hand, kruis. Dat is bigger shit. En Yuko, fuck yourself. No mercy. Van mijn kant. Dat is ook een biecht. Mijn dochter die dan zegt van ja, ik wil een kind nadat ik geleerd heb om met een hond om te gaan. Ja, you go play mama. En dat is dan mijn kind. Ik schaam me daar niet voor. Ik heb er ook geen spijt van. Het is zoals het is. En mijn wil is dat als jij luistert naar mijn woord, dat je denkt, ja, maar als Perry alles verkloot heeft, dan sta ik er nog niet eens zo slecht voor. Dat is de wens. Van mijn hart. Pauze. En ga huilen. Ga janken. En leer koken. En neem ze te grazen. En ze, dat zijn de nakomelingen van Gam. Noah, die botenbouwer. Je hebt de Pontifex Maximus. Dat is de bruggenbouwer. Maar ja, er is een tijd dat een brug niet zoveel zin heeft en dat het gaat om boten. Dat is Hashemayim, hemelwater. De reiniging. De catharsis. Catharsis betekent reiniging door verdriet. Met je kop tegen de muur aanlopen. Ja, ik heb dat gedaan. Boing, boing, boing. Ik heb een lijstje gemaakt van 3 mensen waarvan ik vond, dat kan niet. En die mensen, die werden op mijn pad gebracht. En al die mensen heb ik betaald.
en uitgelegd dat wat ik destijds heb gedaan, zoiets zal ik nooit meer doen. Ik heb geen spijt. Ik heb geen schaamte. Ik wil, en dan tegen die personen, ik wil dat je weet dat ik dat nooit meer zal doen. En ik heb geen spijt. Ik was toen stom. Het is onbegripvol. En nu is het anders. En wil je nog wat drinken? Dus die katholieke vriendin heb ik een lunch gegeven. En 2 glazen witte wijn gedronken met haar. Ze had inmiddels... Ze had een blauwe tand. Een verrotte... En niet je A1, maar je die ernaast zit. Die was... Het was een mooi tandje geworden van plastic. Voor de rest was ze nog steeds dezelfde... niet bij mij horende vrouw. Wel mooi. Ja, echt een mooie vrouw. In de zin, haar handen, ze had geen eelt op haar handen. En ook geen eelt onder haar voeten. En nu ga je praten. Een soort kastje. Ja, katholiek. En ik ben een christen. En dat gaat dan niet, hè? Zo'n materialistische vrouw. Heilige Maria, moeder van God. Ja, you can fuck yourself. Uiteindelijk. Ik kan haar niet helpen. Ik kan niks met haar. En zij heeft mij benaderd. Met beloftes. Tenminste, dat dacht ik. En zij heeft mij benaderd uit wanhoop. Dat had ik moeten inzien. Met haar verschrikkelijke vader. Wat een lul van de vent was dat. Die leek heel veel op die katholieke vader van mijn moeder. Met zo'n trut. Hij werkte voor Philips. Ja, ja. Het beste ben ik zonder vrouw. Dat geeft rust in je leven. En dat je ziet hoe die vrouwen zijn. Vrouwen zijn zeurneuzen zonder boormachine en waterpas. En wensen dat alles toch... Ja, ik heb geen boormachine, ik heb geen waterpas. En waarom is het niet zoals ik het wil? Dat is mijn biecht. Maar vrouwen kunnen helemaal niks. Niente, nada, zilch. Het enige dat vrouwen kennen
is dat ze een man kennen. Oh, als je dat nodig hebt, ik weet een man en die kan dat. Ja, nee, toevallig een vriend van mij en ja, die heeft een busje. Dat zijn vrouwen. Het slijm in plaats van de cement. Het slijm tussen de stenen. Dat is mijn biecht. Het is, vergeef mij, vader. Ik heb gezondigd. Ik zie het in. Aan vrouwen heb je helemaal niks. Met uitzondering van getuige Lamed. Met een slap Janus, met een periwinkel. Dat is de Amerikaanse. Een periwinkel is een slap Janus. Als man. Maar een beetje man heeft daar geen last van. En mijn getuige Lamed, die is een paar jaar ouder dan ik, die heeft er ook geen last van. Zij stuurde mij een privébericht dat ze die ochtend wakker was geworden naast haar man. En dat zij had besloten, ik maak er geen probleem van. Ik heb ook nog een keer een uitzending gemaakt. En dat zij mij een privébericht stuurde. Want ik kom binnenkort naar je toe. En toen heb ik haar geantwoord. Met een hoofdletter O. Zonder H erachter. Alleen hoofdletter O. Bombs away. Nee, zij hoeft niet naar mij toe te komen. Dat is nergens van handig. Hey, we zitten. Dit is een college. Dit is boven de 45 minuten. Dus ik ga afronden. Ik heb nog meer te vertellen. Geloof me. Alleen maar, zeg je dan, hè? Leuke dingen. Dingen waar je wat aan hebt. En nee, Mark Rutte en Hugo de Jonge, dat maakt ons niet uit. Het gaat om hele andere dingen. Ja, pas op hoor, ik ga er eentje houden over recepten. Dat wordt de volgende. Ik heb nog 2,5 liter bier. En een partij wiet, jongen. Oh, 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 oh. Recepten wordt de volgende. Look it up. So much internet. So little time. Doei. Dag, liefjes.